Hallo allemaal! Oh. Oh nee. Oh. Oh, smerig. Oh, daar moet ik echt even wat aan doen. Oké, tijd voor een nat handdoekje. Misschien wat zeep. En dan. Voilà! Ben ik weer schoon. Nou, helaas is dat niet zo makkelijk voor alles in het leven. Heel veel machines, heel veel apparatuur, die raken op een gegeven moment gewoon heel smerig. Zoals boten, riolering dat dichtslipt, maar ook je eigen mobiele telefoon. Is het dan ook niet gewoon handiger om iets te creëren waardoor het überhaupt niet vies wordt? Nou, dat is precies wat ik probeer te doen met mijn PhD-onderzoek. Ik maak namelijk beschermlagen van polymeren, dus flexibele moleculen en lange ketens. En door deze één voor één op een oppervlak te plaatsen, creëer ik een soort van borstel. Het ziet een beetje uit als een borstel. En deze borstel, als er een vuil deeltje langskomt, katapulteert hij hem gewoon. En er kan niks op zitten. Klinkt simpel, toch? Het is iets complexer dan dat. Maar wie weet kan ik jullie daar meer over vertellen tijdens de avond van de chemie.